Ik neem niks mee. Plastic, dat blijft om me komen. Het is even wennen voor een hoop mensen. Per 1 juli 2023 heeft de overheid besloten dat de supermarkten en horeca geen eten en drinken meer mogen verkopen in wegwerpverpakkingen zonder hierbij een toeslag te rekenen. Wij zijn benieuwd, wat vinden de mensen hiervan? En zijn ze eventueel bereid om een eigen bakje mee te nemen? Ik vind sowieso de plastic tags echt onzin. Hè? We moeten sowieso de spullen inpakken in plastic en dat vind ik... Ja, weet je, dat moet gewoon, want op het moment dat ik het anders inpak, zwem je visie weg. Daar word je niet blij van. Nou ja, dat niet, maar ik vind wel een puntzak bij de patat wel goed. Een papieren puntzak, maar voor de rest, we kunnen niet, dat plastic, dat blijft om me komen. Dat ben je niet zo makkelijk kwijt. Ja, het is even wennen voor een hoop mensen. Maar ja, zo zie ik friet, daar ben ik... Van jongs af aan gewend in een zakje, dus ik snap het probleem niet. Dus we hebben er sowieso mee te maken. En wij hebben gezegd, voor ons doen wij het gewoon, we hebben een bepaalde prijs voor de vis, daar zit dan de plastic al bij. Want ik vind het onzin om nu nog mijn prijs te gaan verhogen. Aangezien wij pas een week letterlijk van tevoren te horen kregen dat we met plastic tags te maken gingen krijgen. Dan maar iets meer betalen voor zo'n bakje. Dus ik zie het helemaal het probleem niet hoor. Ja, ik heb er eigenlijk weinig mee te maken, want ik ga nooit naar een snackbar of wat dan ook. Dus. Maar ik vind het wel goed dat ze het doen. Dan ligt het tenminste allemaal niet op straat. Ja, er moet wat gebeuren tegen al het vuil op straat. Dus ja, dat op plastic en dat soort dingen, ja, tax komt. Ja, ben ik wel mee eens. Nee, ik neem niks mee. Ik neem niks mee. Ze verkopen patat. Dat kunnen ze toch ergens in doen. Waar ze het in doen, zal mijn zorg wezen. Maar ik neem niks geen zelf mee. Dan is mijn plezier voor de patat helemaal over. Er is te veel plastic in de omloop. Maar ja, als je al die verpakkingen ziet. Ik denk dat het grootste probleem is. Persoonlijk betaal liever wat extra. Ja. En dan is het ook wel zo dat ik niet wekelijks patat eet. Dus ik bedoel, dan is het niet zo erg ook. Ja, als ze dat willen. Als de snacksbars en dat willen, dat weet ik dus niet. Maar het zou wel mooi zijn. Ja? Oké. Okay. Vanaf 1 juli 2023 heeft de overheid besloten dat de horeca's en de... Oké, okay, even opnieuw. Toeslag moeten rekenen voor eenmalig gebruikte... voor wegwerpartikelen. Dat horeca en supermarkten geen... Shit. Oké, opnieuw.